ben subject matter expert voor sustainability bij Cisco. En ik praat onder andere met klanten over wat de topic sustainability kan betekenen voor hun bedrijfsvoering. De trends die ik zie zijn over het algemeen hetzelfde voor de private sector als de publieke sector als bij de overheid. En dat zijn drie trends. Circulaire economie, duurzame bedrijfsvoering en energiebesparing. Bij circulaire economie valt het op dat klanten verschillende redenen hebben om in een circulaire economie te stappen. Dus dit kan zijn door middel van wet en regelgeving, maar ook om grondstofschaarste en fluctuerende grondstofprijzen te doen dalen. Maar het kan ook zijn om kosten te besparen en omzet te verhogen. En wat die reden dan ook mag zijn, het is goed om te zien dat er daadwerkelijk draagvlak is ontstaan. Dit zien we ook bij duurzame bedrijfsvoering. Hier heeft ook wet en regelgeving invloed op. Maar daar zien we ook een verandering in de bottom-up approach. Dat veroorzaakt wordt door interne motivatie, maar daarnaast ook door de bewuste keuzes van directie. De hoe is de bottleneck. En dan helpt het om klein te beginnen door bijvoorbeeld een circulair inkoopbeleid te voeren. En als we het dan hebben over energiebesparing, dan valt op dat de grootste uitdaging eigenlijk is een tekort aan inzicht of een gebrek aan inzicht tot. En dat hebben we nu wel. Dus we hebben concrete technologieën, bijvoorbeeld sensoren of camera's, die dit inzichtelijk kunnen maken. Maar je zou ook je gebouwen slim kunnen inrichten. Dat maakt al een wereld van verschil.